Per dag lenen de Verenigde Staten 3 miljard dollar van het buitenland om hun uitgavenpatroon te financieren. De Amerikaanse burger leeft ver boven zijn stand. De vraag is simpel. Hoe lang gaat dat nog goed? We staan nu aan het begin van 2008. Ik neem u mee naar 2005, toen we bij een dollarkoers van 1,20 een documentaire maakten over wat er zou gebeuren als de dollar in 24 uur in een vrije val zou raken. Dat scenario heeft zich in werkelijkheid, in slow motion, nu deels voltrokken. De dollar is nu al verzwakt tot bijna 1,50 dollar per euro. En wat daar de gevolgen van kunnen zijn, laten we zien in de dag dat de dollar valt. In 1929 stortte na de beurskracht op Wall Street de wereldeconomie in elkaar. Het gevolg was een jarenlange depressie in zowel de Verenigde Staten als Europa. Steeds meer mensen waarschuwen nu voor een mogelijke herhaling van 1929. Als Amerika zo doorgaat met te veel geld uitgeven, dan is de val van de dollar nabij. Make no mistake. The path that we're on right now is not sustainable. This is not the type of growth dynamic that the United States needs to stay on indefinitely. It cannot do that. It's as if we live, you know, on top of a nuclear, you know, power, you know, there's a nuclear power plant with great big sort of rusting and great big cracks in the middle. And you're saying, why isn't this going to blow up? But as long as people don't bother to look, something sort of holds itself in place. You know, or the mentality is, you know, you jump off the top of a 100-story building and try to pretend while you're on the 50th floor or the 40th floor, so far so good, everything is okay. I mean, it's not okay, because you know the minute you jumped off that building, you're done. Het lijkt erop dat de vraag al lang niet meer is of het fout gaat, maar wanneer. Is een herhaling van 1929 mogelijk? Bouwen we onze welvaart niet op drijfzand van goedgelovigheid en misplaatst optimisme? Stel dat het kaartenhuis ineenstort. Stel dat. Wat dan? We vroegen Maarten Schinkel, economisch expert bij NRC Handelsblad, om een scenario voor ons te schrijven. Dat scenario moest zich afspelen binnen 24 uur. Titel: De dag dat de dollar valt. Met dat scenario gaan we langs bij financiële deskundigen over de hele wereld. We hebben maar één vraag. Stel dat op een dag de dollar valt. Wat gebeurt er dan? Hoe veilig is onze welvaartspositie? Kunnen we in 24 uur alles kwijtraken waarvan we nu denken dat het ons toebehoort? Het viel niet mee. Dit is hem. Het script begint met een handelaar maandagochtend in Singapore die een rare spike waarneemt in de dollarkoers. Spike? Een rare piek. Het eindigt met iemand in Amsterdam die zijn taxi moet betalen met 3 pakjes sigaretten. En daartussen speelt het zich allemaal af. Er zijn eigenlijk verschillende redenen om het te doen. De eerste is dat weinig mensen beseffen wat voor onderliggende krachten er eigenlijk zijn onder de wereldeconomie. Mensen weten wel dat er goederen van de ene kant van de aardbol naar de andere worden verscheept. En we kopen allemaal dingen die uit de meest uiteenlopende hoeken van de wereld komen. Er is daaronder een hele financiële realiteit waar de meeste mensen geen weet van hebben. En die de werkelijkheid om ons heen meer beïnvloedt dan wij vaak bevoelen. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. Als er in die onderliggende werkelijkheid grote onevenwichtigheden optreden, dan kunnen die met een schok doordringen tot de wereld die we wel kennen. Criticism was not valid and said you can't always believe everything you read.
De opdracht was: schrijf een scenario over wat er zou gebeuren als op een dag de dollar in elkaar stort. Er was maar één voorwaarde. Dat scenario moet zich voltrekken binnen 24 uur. Wat we moeten doen is aan het begin van het script natuurlijk het begin van de financiële crisis creëren. Nou, de financiële crisis komt nooit uit de lucht vallen. Wat in dit script gaat gebeuren is dat er eigenlijk al een paar weken lang wat onrust is rond de koers van de Amerikaanse dollar. Hij is al met 10% gedaald. Men wordt al wat zenuwachtig. En in het weekend, noodlottige weekend, komen de geruchten los over een heel groot speculatief beleggingsfonds, een hedge fund, zoals dat wordt genoemd, dat in de problemen is. We beginnen in Singapore met een handelaar die een opdracht krijgt om grote hoeveelheden dollars te verkopen. Hij moet er vanaf, maakt niet zo erg veel uit wat de koersreactie is als die ze maar kwijt is. Scène 1. Singapore. Tokio is al een uur eerder open en daar blijken op hetzelfde moment eveneens grote dollarverkopen te beginnen. Hongkong volgt niet veel later. De dollar daalt van 1,3080 tot 1,3600. Een onbekende partij dumpt grootschalig dollars in de nu nog dunne Aziatische markt. En zoals het dan gaat, als er eenmaal een gerucht is over een fonds dat op omvallen staat, dat gerucht leidt daadwerkelijk tot dollarverkoop op de markt, dan zijn er andere partijen die gaan anticiperen. Ik denk, gaat niet goed, ik ga ook verkopen, voordat het nog lager is. En zo creëren we een waterval van reacties. Op deze grafiek zie je hoeveel dollars de Verenigde Staten moeten lenen van de rest van de wereld per werkdag. Nou, dat is altijd een redelijk bescheiden bedrag geweest. Hier zie je dat onder Reagan een tekort ontstond met het buitenland, wat dan met geleende dollars moest worden opgevuld. Maar juist de laatste 6-7 jaar is dat tekort enorm opgelopen. Kijk, je ziet dat op dit moment de Verenigde Staten meer dan 3 miljard dollar per werkdag lenen van de rest van de wereld. Dit gebeurt af en toe met hele kleine landjes en dan is het niet erg. Maar dit gebeurt nooit met een zo grote economie als de Verenigde Staten. Dit is in feite de onbalans, dus het gebrek aan balans in de wereldeconomie waar we het over hebben. Nou, wat je daar ziet is de National Debt Clock. Dat is een klok waarop wordt bijgehouden hoe groot de staatsschuld is in de Verenigde Staten. 7.920.415.344.46.000 dollar. Dit is het begrotingssaldo van de Amerikaanse overheid. Zoals je ziet, de overheid heeft meestal tekorten, dat is in Europa ook erg gangbaar. Maar onder Clinton liep dat tekort, sloeg dat om in een prachtig overschot, wat onder de presidentschap van Bush, denk aan Irak, denk aan het ineenstorten van aandelenkoersen en de economische recessie daarop volgde, denk ook aan de belastingverlaging die Bush heeft doorgevoerd, is omgeslagen in een verbijsterend tempo is omgeslagen in het tekort. Dus particulieren sparen niet, de overheid heeft een tekort. Bedrijven zetten natuurlijk wel geld opzij voor investeringen, maar dat is niet genoeg om al die investeringen te financieren. En dus